Dag, jij pak mama's cola maar even. Dat mag. Ja, een slokje, hè. Mag je grasmaaien? Oh, wil je grasmaaien? Ik ga vandaag wel in de douche. We doen hem zo wel in bad. En het is ontbijttijd. En waar zitten wij te ontbijten? Buiten. Want het is echt super mooi weer. En we hebben hier zo'n heel leuk bordje op de camping. 31 graden vandaag. Ja, het wordt heel warm. Kijk, hier hebben we een leuk bordje over de camping. En wat staat erop, Guus? We ontbijten in de ochtendzon. We ontbijten in de ochtendzon. Dus toen dachten we, nou, dat zullen we dan vandaag maar eens doen. Want het is er vandaag weer voor. En pap en mama gaan vanmiddag naar Marco Borsato. Het is wel heel warm. Jullie gaan zwemmen, denk ik. Ja, ik ook. Ik ga met kinderen uit de klas. Mag ik ook, wacht even. Ja. Daar heb ik afgesproken. Ik ga met bij een communie. Oké. Okay. Mama, ik ga met jullie zwemmen. Ja, ik weet niet of dat past, maar dan ga ik wel even voor jou kijken. Dat is echt heel klein. Goed. Ik ga buikschuiven. Dat heb ik niet. Ja, dat kun je ook nog doen. Buikschuiven. Nou, smakelijk allemaal. Ja, hetzelfde. En ben je al, wat heb je allemaal gedaan? Ben je van de glijbaan af geweest? Te druk, hè? Daar was ik al bang voor. Ik ben alleen van de blauwe glijbaan geweest en alleen het zwembad is heel vaak. Maar de glijbaan is gewoon zulke lange rijen. Ja, daar was ik al bang voor. Ik wil naar Guus en mijn duikbril. Wat? Ja, dan kijk je zo wel even, ja? Wil je duikbril? Ja, met de roze. En, genieten we van het mooie weer? Ja. Of is het te warm? Nee. Wel echt heel warm. Ja. Nou, we zijn wel lekker bij het zwembad om af te koelen, hè? Hey, zo meteen ook zwemmen, man. Het is echt helemaal warm, het is niet lekker. Dan dacht jij, pak mama's cola maar even. Dat mag. Ja, een slokje, hè? Hey, zullen we ook zwemmen? Ja. Als hij haar ijs op heeft. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn samen in het zwembadje van Junior. Dat is een lekker badje zo. Ik vind het heel grappig als ik dit bij mezelf. Oeps, plons. Pas precies, hè, Floor? Ja. Ik ben er een beetje goed. Ja. Nee. Zo vind je het wel leuk samen. Alleen vind je het niet zo leuk, hè? Kijk, nu vind ik het ook niet heel erg als ik zijn haartjes doe. Nou, vind je het niet zo leuk. Moet je maar niet doen. Junior! 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 Ben je met Floor aan het spelen? Ja? Samen zwemmen? Ik vind dit ook grappig. Floor, mag ik je ook een glasje oranje maken? Ja. Die is leuk, hè? Oeps! Oeps! Sperps, zalm. Nou, als er niet genoeg is. En de diepvries geleegd. Jij hebt hier de diepvries geleegd? Ja. En nog wat van de horeca. Hier is een raar beest. Ja, dat is een raar beest. Ja, hij schoot erachter. Een bos toch? We zouden naar Marco gaan, maar dat gaan we toch niet doen. Nee, in verband met de warmte. Het schijnt heel warm te zijn in de Kuip. Het waren
veldkaarten midden op veld. Ja, ik op de tribune had ik nog wel aangedurfd in de schaduw. Maar vol in de zon. En degene waar we mee zouden gaan, die hadden er ook... Die hadden de kaartjes geregeld. En die hadden er ook geen vertrouwen in. Ja. Dus we gaan barbecue met z'n allen. Ja. Ja, maar dan moet je ook een verstandige beslissing nemen, denk ik. Toch? Durven nemen en zeggen, dan gaan we niet. Ja, dat is wel jammer, want ik had er toch eigenlijk wel zin in. Ik ben niet zo Marco Bussato-achtig. Maar de laatste liedjes vind ik wel weer goed. Ja, terwijl je eigenlijk in het begin helemaal niet zo'n zin in had om naartoe te gaan. En nou in één keer zei jij, ik had eigenlijk toch wel zin. Ja. Ja. Kom ook omdat ik alleen maar bij Guus Meeuwis geweest ben. En één keer Frans Bouwer. We gaan nog wel een keertje, joh. Dat komt nog wel een keer. Ja. Maar dit moet je gewoon niet willen, denk ik. Vol in de zon, met allemaal zo'n hele 40.000 mensen die zo op elkaar staan. Floortje! Ja? Kom eens kijken. Wat ik bij heb. Wat is er? Wat heb ik bij je? Koeken! Ja! Zondag! Koekendag! Ja. Maar zat koeken? Cakejes. Beginnen we zo meteen met koffie met een koek en dan ga ik de barbecue een beetje klaarmaken. Eerst gras maaien. Ja, dan kan ik daarna het sproeien aanzetten. Dat is heel goed idee. Ja, het gras lelijk, hè? Ja, ik heb niet zulke groene vingers. Ja, en ik denk ik ga sproeien, maar dan kan je niet maaien hè, met nat gras, toch? Nee, ik denk het niet. Ik geloof het niet. Mama die heeft, denk ik, appeltaartje. Nou, papa die is aan het gras maaien, maar ik wil ook al gras maaien. Dus ik ga even vragen of ik dat mag doen. Hij gooit alles op de grond. Nou, mijn lief zit hier lekker in het bad, maar... Ja, dan doen we natuurlijk wel even. Hé, hey, wat lief. Met Junior? Ja! Ja. Hij heeft het zelf weggegooid. En ik geef het aan papa. Mag ik gras maaien? Hallo Eline. Hoi, mag ik gras maaien? Oh, wil je gras maaien? Dat mag voor mij wel. Oké. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Moet ik het uitleggen? Ja. Ja? Nou, wat het belangrijkste is, het allerbelangrijkste, je mag nooit over die snoer rijden. En je snoer aan. En niet over je tenen, nee. Nee, helemaal niet. En dat gaat ook heel moeilijk. En, wat heel belangrijk is, is dat je een padje maakt, dat je geen stukjes vergeet. En ook vuiltjes, kijk, want ik kwam dit al tegen, weer speelgoed knutselwerk van jullie, dan moet je even oprapen, voordat je erover maait. Ja. En dan doe je het onderste dingetje inknijpen. Ja, en dan op die rode knop drukken. Gewoon één keer. Oh, andersom. Ja, indrukken die, ja, en dan die. Nee, ingedrukt houden even. En die, ja, kijk, daar gaat die aan. Ja. Durf je dat? Ja. Nou, dankjewel. Waar is mama? Mama. Hi liefie. Even een zwembad, mama. Mama. Lukt het, Lien? Eline. Hey, Eline. Het goed? Wat? Lukt het?
in een pan met zandwater. Ik heb de aardbeien gedompeld in de pan. We hebben hier geen emmer. En Junior vindt het helemaal mooi. Ja. Ja. Gek, hè, dat kinderen altijd viezigheid opzoeken, hè? Ja. En Eline is nog steeds gras aan het maaien. En gaat goed? Ja, hoor. Oh, dat heb je gedaan, ja. Nou, netjes hoor. Goed bezig. Dit is dus de stekker die eruit gaat. Junior zit er wel. Ook. En de schop, pas even wachten, want de schop staat daar. Als die omvalt op hem. Papa, waar jij planten zie? Bij de groenten of bij de kruiden? Kruiden heb ik al gedaan, maar het mag wel. Ga jij maar planten water geven. Waar zijn de kruiden? Daar? Dat is de kruidentuin. Hier is weg. Ja. Met water spelen? Allemaal. Ja, allemaal. Oh, die bochten. Dit is het moeilijkste randje. Mooi, we hebben mooi klaver in ons grasveld. Is toch drinken voor de planten, hè? Is toch drinken voor de planten, papa? Water is drinken voor de planten, ja. Ben ook klaar. Goed zo. Ik wil nog meer. Nou, doe het maar vullen bij de kraan. Oh, schatje. Oh, ik help jou even. Oh. Oh, ja. Met één hand gaat dat zo moeilijk. Ja. Je bent helemaal zwart. Ja, het is water, hè? Met zand. Omgooien. Oh, goed zo. Zo, omgegooid. En papa de pan even schoonmaken. Wat zei jij, Madelief? Moet je op de plant of zo bij de plant leggen? Er gewoon opgooien. Dan mag gewoon erop. Maar Goesje mag het niet. Juniortje is een beetje zwart, hoor. Ik heb straks even daar in dat badje. Ja. Hij gaat zelf al. Nou, Junior heeft de moestuin gevonden. Volgens mij heeft hij tomaat op. Of zand. Ik denk het zand. Nee, ik denk het tomaat. Dan zit hij naar te wijzen. Pak maar. Ik heb genoeg wel. De oranje? Of die? De oranje. Ja, eigenlijk moet je alleen de rode pakken. Zijn ze zo lekker? Zijn mond is helemaal zand. Het is zonde. Hey, ik kom vandaag wel in de douche. We doen hem zo wel in bad. Die kan wel. Mag zelf ook opeten. Het zijn best lekkere tomaatjes. Ze zijn alleen heel warm. Junior vindt ze lekker. Mag je de groene? Nee. Waarom niet? Die zijn nog niet rijp. Is zo? Echt zo? Ja. Vind je ze zo lekker, Junior? We zijn met de geen rode. Vind je ze zo lekker? Deze vissen. Nee, aan de achterkant zijn nog rode.
Wil jij ze alsjeblieft pakken, want ik kan er niet bij. De junior reed ze allemaal op. Oh, hier nog één rode. Nee, de andere zijn oranje. Morgen. Hier nog één. Hier nog één. Nee, die is al zacht. Die is niet meer lekker. Hier ook nog één. Nou, pluk er maar dan. Nee, ook kapot. Kijk, daar zie je hoe groene vingers dat wij hebben. Die tomatenplant is niet gelukt. Nee, maar dat was na één week was hij al omweg gekegeld met voetballen. Ook ja. Die gaan wel heel goed, hè? Die, Ja, maar ja, dat schijnt zo'n onkruid achter te groeien. Munt krijgt ook elk jaar wat terug op zo'n. Die komt hier gewoon van vorig jaar nog, ja. Hier en daar zo. Ik had bedacht. Als we naar die. Het badje is daar zo in dat tentje. Onder dat tentje zit het badje. Als je nou die parasol hier zo zet in het zand in plaats van daar. Oh ja. Dan kan ik dit pakken, dan kunnen we die. Daar zetten. Hier, dan hebben we eigenlijk alles. Ja, even Eline controleren. Hallo mama. Nou, hier vind ik het goed, Eline. Ik heb een nieuwe baby. En hier is het ook wel goed. Nou, alleen dat stukje nog. Wat? Dat andere, dat. Oh, moet dat ook. Nee, dat moet niet. Jij moest het helemaal niet. Je wilt het zelf. Ik maak het wel af. Nou, ik maak het wel af. Hier, doe jij maar even vloggen dan. Het is wel leuk, alleen als je het de hele tijd doet. En die snoer is gewoon heel irritant. Oh, het is echt heel warm. Guusje, zit je ook in het bordje? Ik ga straks ook in, alleen dit even vasthouden, want Mokke gaat er meer in doen. Omdat wij wel een beetje weinig vinden. Ik sta je niet hoor, je zou er praten. Mama gaat er meer om doen en moet. Oh, er komt meer in. Ja, en anders is het al bijna uit, hè? Nee, maar lief is al beter. Het is straks dus een beetje ziek, hè? Ja, je moest het overgeven, maar dat komt gewoon door het warme weer. Maar nu heb je al gedronken en het gaat al veel beter, hè? En ook gegeten. Ja. Wat heeft ze gegeten? Tosti, een boterham. Ja, een boterham met kaas, toch? Nee, tosti. Oh, een tosti. Hè? Oh, en er komt water bij. Ja. Houd hem vast, hè? Oh, Junior is aan het huilen. Kijk, nu zit er water in. Dan zetten we deze eronder. Eigenlijk is het badje van Junior. Ja, maakt niet uit joh. Ik hoor hem vanavond leeg. Vouwen hem op. Ik denk dat het pak niet glijdt, schat. Ik denk dat je je bovenpakje uit moet doen. Ik denk dat hij daarom niet glijdt. Ja, anders heb je een bikini. Nee, maar alsjeblieft uit. Je hebt er nog wel een, je hebt toch nog wel een badpak of zo? Of een bikini of niet? Nee. Wel. De andere ligt in de was en verder heb ik geen. Tuurlijk wel. Pak maar uit de bak met mama op de kamer iets waar je past. Hier dan die parasol. Deze. Kan ook. Dat is beter dan daar. Ja, is goed. Ja? Pak maar eventjes, schat. Nou, meer als cadeau is ook al in gebruik genomen. Ja, zo zeg. Lieve komt er ook aan. Ja, ik ben het eind. Nou ging het hier goed, ja. We hebben Jan de Timmerman. Is jouw hobby, hè, dit? Ik ga de grond niet in. En hier? Hoe zat dat hier? Ja, hier zit echt heel diep. Hè? Ja. Junior wil me alles helpen, hè? Dat was even een windje. Zal ik het nog even laten?
Nee, lukt me niet. Ga ik volgende week of dan? Nee, dat zei mama. Mama, wanneer is de avond? Maar morgen? Dat kan niet. Nee. We hebben ons nog niet aangemeld. Ik heb jullie al lang aangemeld. Oh. Morgen al? Ja? Ga je ook meedoen, Eline? Maar ik hoef niet zo'n kaartje, hoor. Geef jullie een kaartje voor mij? Nee, hè? Mama. Ik heb jullie al lang aangemeld. Mogen wij bij zo'n kraampje staan? Ik zal eens kijken. Ik ga gewoon heel snel meelopen. Ga jij meelopen? Als begeleiding? Ja, elke dag. Zonder kaart? Ja, ze willen geen kaart. Ik heb voor jou ook geen kaart. Nee. Alleen ik heb voor Standhout, Floor, Guusje en Madelief heb ik een kaart. En Eline. Wel. Mij? Ja, ik heb wel jou wel aangemeld. Want jij zei, ik wil ook zo'n flesje drinken aan het begin en zo. Ja. Zei jij. Ik ook zonder kaart. Daarom heb ik dat gedaan. Yes? Ja. Dus jij bent wel aangemeld, ja? Dus dat wordt de wandel vierdaagse week. En opa loopt woensdag donderdag. En die vindt dat leuk. Loop jij ook mee? Naar morgen misschien. In de bugaboe. Ja. Ja. En jij ook in de bugaboe? Jullie willen wandelen op de camping? Ja. Nou, dan mag je gaan wandelen op de camping. Nee, ik wil mee. Ga ook maar lekker mee. Mijn haar zit. Dat doe je. Haal je zin. Want ik ben Pipi andere sok. Pipi andere sok. Hallo, Junior. Nou, goed rusten, rustig houden, recht houden, goed rustig houden. Ja. Ja. Zeg papa, die is niet kan filmen. Nou, wij gaan wandelen. Junior, die is nog wakker. Ik denk dat hij wel zo in slaap valt, toch? Hij is best wel moe. Ja, hij is wel moe. Wij gaan zo meteen een busje kruid doen. Ja. Maar ik hoop dat ik niet te zoeken ben. De ouders van Lieve die doen ook mee. Ja. En papa doet mee, mama niet. Mama die gaat kijken dat Junior niet wakker wordt. En Cheryl die gaat denk ik gewoon in haar kamer. Dan gewoon denk ik, ik weet niet wat doen. Of ze gaat gewoon in de woonkamer. Een beetje een paar dingen doen en zo. Maar wij zijn nu, gaan wij hier de bocht om, hier zo, bij dit pad. Ja, ik ben moe, hè? Dat is fout. Kijk, en dan komt Lieve daar weer. Het is echt een feit. Wacht, hoor. Nu kan een beetje zien dat je niet moe is. Hij is een beetje, ja, niet geel, nee. En dan moeten we weer hier heen. Nee. Nee? We gaan daarheen. Oh, dan gaan we weer zo terug. Nee, we gaan gewoon een rondje om de camping lopen. Oké. Maar kunnen jullie misschien niet meer mee met busje kruiden? Ja, toch? Ja. Goede verstopplekken, hè? Ja, hele goede. Ja, het ging Junior? Nee, Juniortje gaat lekker slapen, denk ik. Ja. Nou, Guusje die kwam het ook aan. Ze heeft Pipi Lankas vlechten. Laat maar zien. Pipi Lankas. Nu ben je Piep Lankhuis. Andere sokken. Ja, andere sokken. Allee, eigenlijk moest ik andere kous. Ja, daar bij speeltuintje spelen. Deze? Nee, andere. Die helemaal daar, waar we toen straks heen wouden. Waar toen net langs bij gefietst. Ja, daar. Daar is een toilethokken. Daar hebben we al. Oh, deze hebben jullie goed wel gezien. Ik ben de hele tijd aan het filmen. Floor. Guus is daar. Junior is daar. En Guus is daar. Guusje, we gaan deze kant op, hè? Gaan wij deze kant op? Ja, want dat is fijner voor de busje, denk ik ook. En voor Junior. Hier is Junior. De bus aan. Oh. Lijkt echt dat Junior een wit gezicht heeft op de camera. Ja. Hij staat zo wel. Ja, hij is echt moe. Guusje! Je moet de baby ooit. Guus! Beetje naar achteren, kom. Guus! Kom, we gaan afsluiten. 3, 2, 1, 2. Bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Doe allemaal duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken.